Welkom bij Kunst. We zijn bij Simplon vanavond. En hier staat Skrillex vanavond op het podium. Skrillex is hier in het kader van Noise Giant Fights. Kill me for fucking noise! De Amerikaanse DJ-producer Skrillex maakt sinds 2008 dubstep. Daarvoor was hij de zanger van de band First to Last. It is worrisome to me that cultures prefer dancing to a machine. I'm a dinosaur. I'd never heard of you, but my son wants your autograph. Binnen de kortste keren was Skrillex een van de leidende dubstep DJ's. Zijn videoclips op YouTube en live optredens worden door miljoenen bezocht. Vier jaar geleden woonde hij zelfs in Groningen om een EP op te nemen met Noisia. Skrillex staat gewoon in de Simplon. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, ik hoorde ervan dat hij de Amsterdam Takeover wou doen. En toen bleek dat de zaterdag nog open was. En toen dacht ik, nou, waarom kunnen ze niet naar Groningen komen? In de Simplon. Dus toen heb ik dat met hun besproken. En toen bleek dat het nog kon. En dat ze het heel erg graag wouden. Dus ze wouden sowieso iets met Noisia doen. How did your gig go? I mean, it wasn't even my gig. It was fucking Noisia's gig tonight. No. This is it was our gig. No. It was this is a very specific thing. Dit is gewoon puur Skrillex Saturday night Groningen prime time. For years though, like I always said, man, I got to come back and play this venue because I was coming out when I was living with you guys. Dude, this is your second gig. The last time you played here was with shit truck. Yeah, shit truck. So, what's it like to be on stage with Noisia? Oh my god, it gives me the goosebumps. Dude, I mean, Martijn is so muscularly I'm sexy, epic. And so is he's so sexy. So I just get goosebumps when I'm on stage with them. Honestly, I've never been this close to them. They usually have their bodyguards because I'm like because they're so. Being next to him on stage is so crazy. Five years ago, you were in Groningen, right? Four years, okay. And what's your connection? You just saw Noisia on the internet or whatever? Tell me. We met through some people and actually met Martijn for the first time before I came in Miami in 2010, like in March, during Warner Music Conference. We became friends. We had a vocal booth, like a little room about a quarter the size of this room, if you ever get it. And he just wrote electronic music in there that no one had ever heard before.
I mean, obviously, he did something fresh because he blew the fuck up. And he did, he wrote Scary Monsters. He just wrote the basis of what became like a Grammy fucking winning EP. Why did you choose Noisia? What was their... Like, they're just fucking rocking. Yeah. I don't know. What is it? They're fucking amazing, man. He wasn't Skrillex back then. Two or three of them. He was Sonny Moore. Mm-hmm. He was playing in a rock band. And he loved electronic music. And he came to Holland. He came all the way from fucking LA to Holland to produce, to have us produce like his next record. Here we go, super nice brothers, Labadora Gabau. Het was echt super tof in Simplon. Ik heb gewoon Skrillex gesproken. En dan gaan we nu naar Marijke, zij is bij het Stuka Fest. We zijn vandaag bij het Stuka Festival. Hi. Hallo. Ik ben hier goed toch voor het Stuka Festival? Hoe hebben jullie dit bedacht? Dat is de meest praktische oplossing volgens mij. En met kratjes bier eronder? Ja, klopt. Dan gebruiken we die ook nog eens. Hebben jullie vanavond nog even van tevoren opgedronken? Ja. Het kost dan een kwartiertje, maar dan heb je ook wat. Ja, dan heb je het ook gewoon op. Van vanavond. Een leuke culturele avond eigenlijk. Ja, met diverse dingen. Ja. Zoals? Zoals, nou, ik ga volgens mij vanavond naar een beetje cabaret-achtig iets. En daarna geloof ik ook nog iets. En daarna dans. Okay, maar wat komt hier dan vanavond? Wat verwacht je van de voorstelling van vanavond hier? Van deze voorstelling? Ja. Ik heb wat meerdere filmpjes bekeken, maar volgens mij was dit voorstelling over nee zeggen. Klopt dat? Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk had ik niet heel veel verwachting. Ik denk gewoon een beetje ludieke avond en ik laat me verrassen. Waar zeggen jullie nou nee tegen? Dus, zijn er mensen die alles weten? Kan alles zijn. Ik zeg nee tegen kinderen in het algemeen. Nee tegen kinderen in het algemeen? Nee! Goed, de acteurs en de mensen die het organiseren. Heb ik dat goed begrepen? Ja, we doen eigenlijk alles. Ja, met nog iemand, Niek, maar die is nu beneden. Dus we zijn met z'n drieën. Ja. Oké, okay, wat gaat er nou gebeuren vanavond? Dat weten wij ook niet precies. We hebben wel iets voorbereid. We hebben al van die vlaggetjes meegenomen die je daar ziet. En we gaan lekker protesteren met z'n allen. En waartegen, dat weten we ook niet. Dat gaan we aan het publiek vragen. Dus het is wel een heel interactief stuk. Ja, klopt. Ja, we vragen altijd heel erg de mening van het publiek. En vragen ook waar zij dan tegen zijn. Waar zij nee tegen zeggen. En dat is altijd heel leuk. Want dan kom je echt op dingen die je niet per se meteen had gedacht. En meestal is het publiek ook slimmer dan dat wij zijn. Dus dat sowieso. Dus waarom zouden we alles instuderen als het publiek ook dingen weet? Dus. Je hebt mensen die dan voor dingen zijn. Zonder dat ze er echt voor zijn. En dan weten ze gewoon niet waar het over gaat of kennen ze het onderwerp niet. En dan zijn ze te beroerd om te vragen, waar gaat het eigenlijk over? En dan zeggen ze gewoon, ja, vind ik ook. Vind ik zo laf als mensen dat doen. Ja, vind ik ook. En je hebt mensen die zeggen nee omdat. Ja, en dan begint het probleem na te komen. Die nee is goed, maar daarna... Die hebben altijd een of meer argumenten klaar. Zo van, nee, omdat wij dat niet zo doen hier. Of nee, omdat het heel veel geld gaat kosten. Nee, maar wat is daar de toegevoegde waarde van? Oké, maar vind je het dan niet gek om in een vreemd huis te zijn met allemaal privéspullen van iemand anders?
Nou ja, ik vind het ook wel fascinerend. En ook kan je daar weer overal nee tegen zeggen. Dus eigenlijk geeft het alleen maar heel veel materiaal. Dus nee, ik vind het heel erg leuk om op Stukkenfest te spelen. Het is een heel andere omgeving. En ja, gewoon het verrast je ook zelf weer. Dus dat is eigenlijk ja, alleen maar leuk. Hoe begint dit nummer? En wat zegt Ray dan? Dat is van Ray en Anita, hè? Toen neemt het. Wat zegt Ray dan in het begin? Let me say yeah! Let me hear you say yeah! Het nummer met de meeste keer nee, alle tijden, alle plaatsen, het lijflied van nee. Dat begint dus. Let me say yeah! Oh. Hi. Hallo. Stukkenfest? Ja, klopt. Ochtend. Welkom. Wie gaat het plaatsvinden vanavond? Jazeker. En wat gaat er precies gebeuren? Nou, vanavond hebben wij Jente de Jong. Dat is een actrice en die heeft een stuk geschreven over wat nou als je hart wordt gebroken en wat het proces dat, waar je daarin bevindt. Dus ja, heel zielig, maar ze doet het heel leuk. En ja, gewoon genieten en lachen, zou ik zeggen. En jullie wonen hier ook? Of is het dan niet raar om allemaal onbekende mensen hier in je huis te hebben? Nee, valt mee. Ik had het rare verwacht, maar nee. Het is gewoon, ja, ik vind het wel mee. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van Stukkenfest, het huiskamergevoel. En nou goed, daar komen mensen ook op af. En dat zie je ook. Mensen zijn gewoon heel relaxed en zijn heel blij dat ze welkom mogen zijn. En dat is al het begin natuurlijk. Het is heel fijn. Dan zit je ineens op een andere bank. Ja. Hoe voelt het nou? Ja, onwennig. Ja. Lekker, hè? Ja, ook wel lekker, maar ik mis een beetje dat knuffelgevoel. Dus ja, misschien moet ik gewoon even zo... Zo even knuffelen. Ja, lekker. Ja. Oké, maar is het nou heel gek om nou in een iemands privé sfeer te komen? Nou, wat ik vooral hier opvallend vind is hoe netjes het is. Ja. Meestal in privé sfeer is het een beetje rommelig. In ieder geval voor mezelf sprekend, maar dit is echt... onstudents eigenlijk. Zou het hier altijd zo netjes zijn, denk je? Ja, ik denk het wel, ja. Jawel, zo ziet het er wel uit. Echt niet net gedoen, maar altijd gedoen. Oh. Hier is de actrice. Wauw. Kleedkamer / opslaghokken. Wat kunnen we van jou verwachten vanavond? Ja, ik speel een solovoorstelling en die heet Iets met Liefde. En het gaat over liefde en loslaten. Hij zei, het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. En ik moest lachen. En ik hing aan zijn been. Oh ja, dat was ik even vergeten. Ik hing aan zijn been. Maar dat had geen zin meer. Net zoals harder op de knopjes drukken als de afstandsbediening het niet doet. Hij stond al op. Hij ging al weg. Hij legde geld neer voor de koffie en ik hing... aan zijn been. Je zit hier nu in een slaapkamer van iemand anders. Ik zie hier foto's van familie. En hè, eigenlijk is hier een heel leven. Ja. Is dat niet raar? Ja, dat is ook wel heel raar. Maar ik heb al eerder een Stukkenfest gedaan. Dus ik weet wel een beetje hoe het werkt. En ik vind het ook wel de charme van Stukkenfest. Dat het overal ineens maar is. En daar heb ik deze voorstelling ook op gemaakt, dat hij overal kan spelen. Weet je waar ik nou echt zin in heb? Gewoon iets met liefde. Ja, dat hij je aankijkt. Ja, zo. En dat je dan hem aankijkt en zo achterloos wegkijkt.
En dat hij dan naar je toe komt. En dat hij dan naar je toe komt. En dat je dan doet alsof dat heel normaal is. Maar dat je, terwijl hij op je afkomt lopen, je rokje naar beneden trekt om je knikkende knieën te verbergen. Ja, er is één man en die, die moet een beetje meedoen. Ik heb al twee mannen gezien, dus je hebt keuze. Yes. Knappen? Smaakverschillen. En dat hij dan heel dicht bij je komt staan. Zodat je alles in het werk moet zetten om niet door je benen te zakken. Terwijl je hem toch met je allermooiste glimlach blijft aankijken. En dat hij dan zegt... Heb jij al die tijd gezeten? Ik heb je overal gezocht. Nee. Heb je al die tijd geweest? Ik heb je overal gezocht. Heb je overal gezocht? Ja, heel goed. Maar nu nog een keer. En iets meer prinsachtig. Ja? Waar ben je al die tijd geweest? Ik heb je overal gezocht. Oh, ja. En dat je dan even flauw valt, maar zo kort dat hij dacht dat je je ogen even dicht deed om na te denken. We zijn nu in de pauzegang en hier draait Malfunction. Wat gaat hier vanavond gebeuren? We hebben drie keer een optreden van Malfunction, twee DJ's. En ze draaien drie keer een half uur. En het is echt superleuk. En jij woont hier ook? Ja, ik woon hier ook. Hoe is het dan nou om al die vrienden mensen in je huis te hebben? Ja, heel leuk. We hebben vorig jaar ook meegedaan. Toen hadden we cabaret, maar nu is het echt meer een feestje. Maar het is heel leuk. Wij staan achter de bar en wij kijken hier naar uit. Dit was Kunst, tot volgende week.